Goedemorgen Frits, goed je te zien. Marco, we gaan vandaag pand overdragen. Ja. Fijn dat je er bent. Ontzettend veel zin in. Kom verder. In Enkhuizen krijgt Frits Janmaat de sleutels van zijn nieuwe pand. Een naam die ongetwijfeld niet bij iedereen gelijk een belletje doet rinkelen. Maar in de klassieke muziekscene is hij wereldberoemd. Ik heb een vleugel gerestaureerd die door Liszt was gesigneerd. Ik heb instrumenten naar staan in Amerika, Japan, China, Conservatorium Beijing, Conservatorium Florence, Conservatorium Sydney. Hij restaureert vleugels uit de 19e eeuw van het merk Erard. Zeg maar de Ferrari onder de piano's. Die stonden bij de historisch belangrijkste componisten. Chopin, Liszt, alle virtuozen uit die tijd. Satie, Ravel, Fauré, noem allemaal maar op. Zo'n 40 jaar werkte hij aan de Amsterdamse Keizersgracht. En nu gaat hij dus verhuizen naar Enkhuizen. Een toch best wel opmerkelijke stap. Ik ken Enkhuizen al heel lang. Toen ik uiteindelijk mijn huis had verkocht in Amsterdam, toen ineens dacht ik aan Enkhuizen. Het kwam eigenlijk zo bij me op. En toen kwam ik hier binnen. Nou, bij de eerste stap dacht ik, ja, eigenlijk wil ik hebben. Wist het gelijk. Boven gaat hij wonen. Beneden wordt een werkplaats en een toonzaal voor zo'n 25 piano's. In maart hoopt hij klaar te zijn met verbouwen en te zijn hersteld van een hersenbloeding die hij bijna een jaar geleden kreeg. Ik kan met mijn linkerhand, met mijn ogen dicht, kan ik een veertje voelen van oh, dat is 0,5 of 0,65 millimeter. En ja, in januari moest ik een bekertje verplaatsen. Nou, dat ging niet. Tranen in mijn ogen, ja, ja. Het komt terug. Ik voel het ook. Het gaat per minuut. Elke dag denk je, oh nee. Maar uiteindelijk steeds beetje bij beetje bij beetje. En een Amsterdammer in het toch wat iets rustigere Enkhuizen, dat gaat goed komen? Ja, ik zal het niet onrustiger maken als ik er ben.